Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video en dit keer wederom een klusvideo. Ik weet eigenlijk helemaal niet de hoeveelste dit is, want we zijn op 10 juli verhuisd. Dus dat is best wel een hele tijd geleden. Toen is deze klusserie begonnen en er zijn nog steeds wat klusjes die gedaan moeten worden. Zo ook wat we vandaag gaan doen, namelijk een kast in elkaar zetten. En ik ga jullie even laten zien hoe wij al deze tijd hebben geleefd zonder fatsoenlijke kast. Dus ik ga jullie even onze, nou ja, kleding laten zien waar dat nu vooral staat. Ja, dit is dus de eerste kast. Hier heb ik Nikki's kleren eigenlijk allemaal in gedaan. En daar dan het beddengoed. Deze kast zat al in dit huis. Het is gewoon een inbouwkast. En hier staan dan mijn broeken en daaronder de schoenen. Maar praktisch is het niet. Het zijn hele diepe kasten. Dus ja, ik weet niet. Het is vooral dit is handig. En dan dit is al een beetje te hoog voor mij. En daar kan ik al helemaal niet meer bij. Dan ben ik nu op de logeerkamer. Dit is ook een beetje de waskamer. Dus we hebben nu echt heel veel was staan. Dit is normaal iets minder rommelig. Maar goed, daar hangen mijn kleren. Mijn hangkleren. En dit is helemaal erg. Hier staan dus, dat is mijn karretje met truien. Mijn kratjes met, ja, doosjes met shirt met korte mouwen, lange mouwen, jurkjes. En dan heb ik hier, laat ik even om het wasrek heen lopen. Hier zijn nog meer mandjes met kleren. Ik heb het dus wel netjes in allemaal mandjes gedaan. Maar dat is dus niet... Ja, ik word hier heel ongelukkig van, want er zit echt, de mandjes zijn eigenlijk te klein, de laden zijn te klein. Hier heb ik dan de sportkleding, ook een beetje te krap. Hier pyjama's, sport-PH's en sportleggings. Ja, allemaal net niet, hè. En ja, je wil gewoon al je kleren netjes... Ja, sowieso dat dit bovenop de kast staat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus... Op dit moment zijn natuurlijk alle winkels gesloten en zo. Maar ja, die kast, dat was echt een doorn in mijn oog. Dat moest gebeuren. Dus bij IKEA heb ik de Plaza kast besteld. Het is een beetje zoals de Pax kasten. Alleen vind ik ze persoonlijk ietsjes mooier. De diepte is ook minder, het is ook minder diep. Want ik ga jullie even laten zien waar de kast moet komen. Op de slaapkamer. En wel hier. Maar zoals je ziet, dit is niet heel breed. Dit stuk. En ik wil hem eigenlijk precies zo hier hebben. En dit is dus precies 42 centimeter. En dat is wat we moeten hebben. Want hier komt de kast dan te staan. En dat gaan jullie dus zien in deze vlog. Die ga ik opzetten. En daar ga ik nu mee beginnen. Eerst maar eens even kijken hoe het er ook alweer uitzag. Wat ik... Ja, je kunt het soms zelf samenstellen. Dus ik ben wel benieuwd hoe het er nou eigenlijk uitziet wat ik heb samengesteld. Oké, dit is dus het ontwerp dat ik gemaakt heb. Even die afmetingen. 2 meter breed. Bijna 42 centimeter diep. En 2,21 hoog. Dus als ik het goed zie hier. Onderop de ladekastjes. Daarbovenop de gewone kasten. En dan heb ik volgens mij ook nog boven nog weer losse kasten. Ik heb dus maar één, die brede. Deze is wat breder dan die andere. Die heb ik dus met hanggedeelte. En dit zijn allemaal planken. Die heb ik los erbij besteld. Dus, ik denk dat ik wel een deel hiervan kan maken. Het enige is dus dat de pootjes er nog niet zijn. Die komen dus volgende week dinsdag pas. Dus we kunnen dan pas dit afmaken. Kan ik er al aan beginnen? Ik denk dat ik gewoon eraan ga beginnen en dan die pootjes volgende week gewoon los aan onderzet. Ja, waar zullen we beginnen? Bij de bovenste kast of de ladekasten? Ik denk de ladekasten, dat ik daarmee wou beginnen. Oké, nou, ik ga jullie wegleggen. Ik ga een timelapse maken en jullie zullen wel zien hoe ver we komen vandaag. Oh my baby, can we step in at you? So I'm crazy, won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life.
jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make it. Oké, dit is dus hoe het er nu uitziet. Ik ga jullie het even laten zien. Dit zijn de kasten. Dus zo breed wordt het. En volgens mij heb ik het echt perfect gemeten. Kijk, hier kan precies nog de gordijn langs. En dit is ook nog even spannend. Kijk, precies nog bij het knopje van de spotjes. Dus dit is precies dit heeft precies gewerkt. Nu is het volgende stapje in het boekje dat de poten eronder moeten. Maar goed, die heb ik dus niet. Dus die kan ik ook niet nu doen. Ik ga even kijken of ik misschien alvast de rails en zo voor de lades erin kan hangen. En de planken ook misschien. Dan is het gewoon helemaal compleet. En dan hoeven we volgende week als de pootjes komen alleen nog maar de pootjes erin te doen, onder te doen. En daarbovenop moeten ook nog kastjes. Die ga ik ook nu nog maken. So I am crazy. Oh my baby. Got me staring at you. So I am crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. Take you around my life, jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make it. Oké, het tweede laagje van de kast zit erop, zoals je kan zien. Ja, ik durf niet zo goed om in te richten en de deuren te maken, want ze moeten nog om de poten eronder te zetten. En als ik die er dan, ja, als ik ze te zwaar maak, dan krijgen ze niet meer makkelijk omgeduwd. Ik zit trouwens eruit af te vragen of ik ze überhaupt omgeduwd krijg nu ze daarboven geen ruimte hebben. Moeten er eigenlijk wel poten onder? Is het verplicht? Oké. Ik ga hier even over nadenken. En anders ga ik ze gewoon vast inrichten. Ik heb ook al één laag gemaakt. Dat was best wel lastig. Vond ik het moeilijkste van de hele kast. Ik zat even te twijfelen of die kastjes, die bovenste kastjes, nou voor de lades waren. Maar die lades komen toch inderdaad bij het lange gedeelte. Dus dat klopt. Ik ga het eventjes netjes maken.
Ik heb nu ook de eerste laden ingehangen. Om te kijken hoe het eruit ziet. Ik denk dat ik ze allemaal even inhang. Want die kun je er ook heel makkelijk uithalen. En dan is dit stapeltje ook weggewerkt. Zal ik dat ook op een timelapse doen? Ik denk het wel. Oké, ik zet de timelapse aan. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking. Oké, ik heb 2 van deze lades gedaan. En helaas is het tijd dat ik... helaas, streamen is ook heel leuk. Maar er moet ook gestreamd worden. Dus dag 1 van de kast in elkaar zetten zit erop. Morgen ga ik hiermee verder. Of vanavond, maar ik denk morgen. Dus dan zien jullie verder. Het volgende shot is gewoon morgen. Dus voor nu laat ik het hierbij. Ik vind dat we best een eind zijn gekomen. Dit is dus het resultaat na dag 1. Die lades kunnen er heel makkelijk uit. Hier zie je alle dozen. Maar goed, die zijn allemaal gebruikt. Dus die kunnen in principe naar beneden. Nu de rest. Dit is allemaal nog wat er gebeuren moet. Dus het is vooral deuren, plankjes en lades. Hallo, even een jump forward in time. Het is nu zondag. Dinsdag komt de rest van de kast. Dus dan gaan we hem afmaken. Maar er waren toch 3 lades op mijn stream bleken niet geleverd te zijn. Die zijn inmiddels met de PostNL opgestuurd en geleverd. En die ga ik nu eventjes in elkaar zetten. En dat zijn de lades die hieronder komen. Dus bij het hanggedeelte dan de 3 brede lades. Ze liggen hier. En ik had ook nog, ik weet niet of ik dit gefilmd had, maar ik had even de deurtjes van 1 stuk, had ik de deurtjes al binnen. Dus die heb ik ook meteen eventjes in elkaar gezet. En ik vind ze dus heel leuk. Het enige wat ik hier nog op moet doen, is dus een gat boren en dan die knoppen erop maken. Dus dat is wel een beetje lastig. Maar goed, daar komen we wel uit. Voor vandaag op de planning dus die lades in elkaar zetten. Dus dat ga ik nu doen. Dit keer geen timelapse. Want aankomende dinsdag gaat er een grote timelapse komen van dat die helemaal af is. Dus nu laat ik je gewoon het eindresultaat zien. Tadaa! De onderste 3 lades zitten er nu ook in. Het is gelukt. Ik hoop wel dat er zo'n plank boven komt. Zo in die la kijken is niet echt heel mooi. Maar goed, dat zien we morgen. Want morgen komt alles binnen. Nee, vandaag komt alles binnen. Het is vandaag dinsdag. Ik had de eerste la wel de vorige dag al opgenomen. Maar die laatste 2 lades heb ik vandaag gedaan. Vandaag komt alles binnen. En dan komt morgen mijn vader. Zodat we die kasten helemaal vast en goed kunnen zetten. En dan is het klaar hier. Dan kunnen ze helemaal gemaakt worden. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. Can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make it. Got your feet both locked.
you get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make it. Dat was het in elkaar zetten van de kast. De knoppen komen er nog op en er zijn nog 3 deuren, zoals je ziet, die nog moeten komen. Die zijn niet op voorraad op dit moment bij de IKEA. Maar dit is het eindresultaat. Nu is het tijd voor mij om de kast in te richten, maar dat komt in een andere video. Heel erg bedankt voor het kijken.